Look, it's... Talking that blah, blah. Goedemiddag. Ik heb make-up nog niet helemaal af. Ik moet heel even haasten. Ik ga zo zeggen wat ik ga doen. Oké, we zitten nu in de auto. In mama's nieuwe auto. En het is echt super krap. En ik heb een soort hakschoenen aan. Dus het, dat maakt het er gewoon nog krapper. Maar wat we dus gaan doen... Mijn ouders gaan verhuizen naar Baarn. En daar woonden we vroeger ook al. Voordat ik naar middelbare ging. En dat is in januari of zo dat ze gaan verhuizen. En het huis zou nu klaar zijn, dus daar zouden we dan naar gaan kijken. Maar ik hoor net dat dat niet doorgaat of zoiets. Maar mijn moeder heeft op vakantieveiling weer eens wat doms gekocht. Voor 1 euro een fotoshoot. Waar je 1 afdruk krijgt van de foto. Ik heb het raam dicht. Je krijgt 1 foto. Oh, die vuur gaat helemaal stuk. Alles afkraakt. Ik vind het heel leuk om mama altijd af te kraken. Als je echt de PGF wil of zo, PNG, de dinges, dan moet je 80 euro betalen als je een digitale afdruk wil. Haar bedoeling was dus om een foto in het nieuwe huis te hangen, maar dat, je krijgt dus 1 foto. Daarna gaan we dus uit eten, dus het is wel heel gezellig. We hebben een Insta-direct gesprek gehad en toen vroeg ze of ze fanmail mocht sturen. Zo leuk, echt geweldig. De eerste fanmail. Wow, zie ik een lange brief? Er staat dus op brief. Moet ik het voorlezen? Nou, zou ik niet doen voor iedereen. Dus zie je het niet. Ik kan het wel gewoon zo laten zien en dan moet je het even op pauze zetten of zo als je het wil lezen. Kan ik nu lezen? De producten zijn 0 keer gebruikt. Ik kon het alleen niet laten om de lipgloss open te doen en te kijken hoe eruit zag. Oh, het is er dus uitgevallen. Wat zielig. Opengescheurd. Ah, oh, super leuk, super lief. Ik kan niet blij zijn, want ik ben zo misselijk omdat het zo erg. Zo misselijk in deze auto. We zijn nu in de studio, we hebben hele lekkere koffie gekregen. Papa is even op de wc. Helemaal, zet je benen uit elkaar, de ene gebogen. Mijn moeder moest echt helemaal zo. En dan je hoofd weer zo. Het was echt super raar, maar op de foto zag het heel leuk uit. Uiteindelijk voor 70 euro, is wel duur, maar ja. Krijg je alles toegestuurd, gewoon. En dan photoshopt hij het ook of zoiets. Ik weet niet wat dat inhoudt, maar gewoon een beetje mooi maken. En dan heb je gewoon alle bestanden, weet je. Dus dat heeft mama dan wel even gekocht. Het zou ook zonde zijn als je er niks aan overhield. Dus ik ben wel benieuwd, die krijgen we dan over 2 weken toegestuurd. Dat is wel leuk. Dus en nu moeten we nog even wachten tot we uit eten kunnen. Dus papa gaat even naar de kapper. Mijn oude school staat nu op een nieuwe plek. En het is echt een super groot gebouw. Eerst was het zo'n hele oude school. En nu is het best wel modern. Ik ga even inbreken in het eigen huis. Oh, je moet er niet meer zijn achteraan gaan. Dan krijg je helemaal planten tegen je aan. Oké. Leuk het. We hebben dus een waanzinnige voortuin. Ja. Dus we willen ook wel echt iets doen met die heg. Dat we hier een beetje privé op kunnen zitten. Ja. Papa en mama hebben altijd echt heel groot gewoond. Toen iets groter, maar waar ze nu nog wonen is ook nog steeds super groot. En nu gaan ze dus met z'n twee wonen, dus voor hun doen wat kleiner. Hier gaat de eettafel komen. Zie je, de eettafel komt hier. En we zitten te twijfelen of we die hele grote doen, die boven staat. Nou ja, of dat komt. Hier, oh, dat is super mooi. Is dit een dakterras? Nee. Nee, maar wel een dakterras. Mag je hier op het dak, mam? Nou, weet ik niet. Oh, jongens, een dakterras. Wil Ruben nog een schroefje? Ja, dat vindt Ruben heel leuk. Oh nee, we zitten gevangen. We komen er niet meer uit. Auw. Auw.
bond. Oh, er zit iets in mijn voet nu. We moeten door het bos. We moeten door het woud. Nee, we zitten helemaal ingegraven. Ja. Nee. Dit is nou een vette bak. Deze wil ik. Dit is mama's auto. Ik vind hem zo lelijk, jongens. Ja. Dit kan toch niet? Mama is heel lief. Wie is deze bok? Van mij, denk ik. Grote kipkop. Bruin brood. Kersen. Smoothie. Dat ben ik. Hoe kom je eraan? Dat heb ik in mijn hand. Lap eens even bij de kapper. En wij gaan eventjes door het centrum lopen. Ik wil het ene shirtje doen voor jou, toch? Jullie vinden het ook helemaal niet erg. Ik vind het zo chill. Je moet niet letten op deze ketting bij dit shirtje, maar ik heb dus een nieuw shirtje gekocht. En vooral, ik dacht, het is echt geweldig in Zuid-Frankrijk. Olivier heeft ook iets gekocht, dus even dat in de auto leggen. We zitten in het restaurant, het is hier super mooi. Het is echt een beetje zo'n strandachtig gevoel. Want je hebt echt zo'n lounge muziek. Het zijn echt super mooie kleine glazen, kijk dan. Mama haar cappuccino. Jij of mijn papa mama nog even een lamp willen kopen ofzo. Ik ben heel bang dat het heel lelijk is. Oh, handige route doe jij? Die pluisjeslamp? Nee toch? Oh, wat lelijk. Niet in het kopergoud. Jawel. Kijk, mijn papa en mama willen dan deze. Dan kies je toch deze. En niet dit. Dat is gewoon normaal. Oh, dat is ook echt één lamp. Oh, dat is niet normaal. De raarste creaties. Doe mij maar gewoon een IKEA lamp. Dit heb ik thuis. Mooie kleur. Ik moet zeggen dat ik deze soort buitenlandse dingen ook wel heel vet vind. Dit vind ik wel heel mooi als je het in je slaapkamer hebt. Echt honderden lampen. Zij zijn heel schattig. Papa en mama hebben elkaar leren kennen via een datingshow. Zal ik dat een keer in mijn vlog laten zien? Dat is super leuk. Als jullie willen zien hoe zij elkaar hebben leren kennen. 3000. En hoe papa moest kiezen uit mama, een paardenvrouw en een Barbie. Nee, een paarden. Konijn en een paard. Een konijn en een paard. Daar moest papa uit kiezen en hij koos voor het varken. Toch papa? Nee, papa koos voor naast mijn studie Japans. Ben ik nogal Japans georiënteerd. Dat het prikbok niet aan de Oosterse fantasieën. Kent zij zijn hoofd. Meld in de hal via de bel. Is dit de hal? Geen idee. De auto is vies? Maakt niet uit, want we gaan op vakantie. Papa schaamt zich niet voor zijn auto. Nee hoor. Oh, niet. Papa schaamt zich nooit voor zijn auto. Hij is trots op zijn auto. Hij lijkt een auto. Papa vindt het leuk om gefilmd te worden. Heel mooi. De lelijke lamp. Hij is koperkleurig, hè? Ik til wel, want jij hebt last van je rug. Oh, hij is niks. Niet zo zwaar. Niks, weg van niks. Dankjewel. Voor de Fransen. Dankjewel. Fijn dag. Nee. Papa doet even de lamp in de auto. Oh, accu leeg. Precies op het goede moment. Jongens, de batterij is leeg, dus ik ga nu weer naar huis. Papa brengt me thuis. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Pas op. Dag, pap. Zeg even bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doe! Doe nou! Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En nu zwaaien. Doei! How can that blah, blah, blah.